Een van de grootste misvattingen over zwaarlijvigheid is dat het komt doordat de zwaarlijvige persoon zichzelf niet in de hand kan houden. Niets is minder waar. Waarom eten we het liefst elke dag patat? De Universiteit van Nederland presenteert fysioloog professor Dr. Jan Hendrik Rabesloot. Als wij eten, en we eten bijvoorbeeld een bord pasta, dan komt er in korte tijd een enorme hoeveelheid suiker vrij dat zich via de darm in het bloed gaat ophopen. En dat suiker zou dan, als we daar niks aan deden, heel snel in al die milieu-interieuren doordringen van al die cellen die ons lichaam rijk is. En suiker is een langzaam werkend gif. En als u dat niet gelooft, moet u maar eens vragen aan een diabetes-mellitus-patiënt, een suikerzieke patiënt, die klachten heeft en symptomen heeft van jarenlang te veel suiker in zijn of haar bloed. Daarvan is de lens troebel geworden. De netvlies doet het niet meer goed. Er zijn dikwijls open wonden aan de voeten die nauwelijks of niet meer helen. Als je heel veel pech hebt, dan moet er misschien lichaamsdelen geamputeerd worden. Gelukkig kan het voorkomen worden door de suiker goed te reguleren. Maar suiker is een gemeen stof. Suiker is een langzaam dodend gif. Vet is een langzaam dodend gif. Vet is nodig voor de verbranding, geeft ontzettend veel energie, maar het zal zich ook ophopen aan de binnenkant van de slagaders en zal ervoor zorgen dat na de 40ste, 50ste, 60ste levensjaar cardiovasculaire ziekten hun intrede doen in het menselijk lijf, als je tenminste pech hebt. En die twee versterken elkaar nog eens. Diabetespatiënten hebben vaak een verhoogd risico op zogenaamde cardiovasculaire aandoeningen. Suiker en vet zijn gifstoffen. Maar er zijn ook snelwerkende giffen. Water bijvoorbeeld. Ieder jaar behandelen wij op het AMC patiënten die overlijden omdat ze om welke reden dan ook een watervergiftiging hebben. Water is een snelwerkend gif. En u bent in principe, als u zich enigszins oefent, in staat om zo snel zoveel water te drinken dat u uzelf dood drinkt, letterlijk. En het water doet zijn dodelijke werk door in de cellen binnen te dringen. En met name de hersencellen zijn bijzonder kwetsbaar. En die gaan dan zwellen en die zwellen zo enorm. En deze schedel die geeft niet mee. En die cellen drukken zichzelf als het ware kapot tegen de schedelwand. En die patiënten krijgen epileptische insulten, raken het bewustzijn kwijt en komen te overlijden. Het zijn dikwijls psychiatrische patiënten die om welke reden dan ook heel veel water drinken. Maar ook, het is ook een bedrijfsrisico van het gebruik van amfetamine, ecstasy. Bij ecstasy, u weet wel, dat zijn stoffen die ervoor zorgen dat je wat meer energie hebt dan normaal. Er zijn van die feesten waar mensen zich als een soort epileptische aanval staan te dansen. En die energie die dat kost, wordt vaak gevonden uit amfetamine. Die MDMA, die werkzame stof van ecstasy, zorgt ervoor dat er een hormoon wordt uitgescheiden dat voorkomt dat je plast. Die ervoor zorgt dat het water wat je drinkt ook echt in je blijft. Normaal is er een hormoon dat ervoor zorgt dat het water vrijwel onmiddellijk wordt uitgeplast in hetzelfde uur als dat je het drinkt. En als je door ongelukkigerwijs door ecstasy dat hormoon uitscheidt waardoor het plassen wordt verhinderd, dan loop je het risico op zo'n waterintoxicatie. En ik geloof het of niet, maar we hebben een aantal opnames in het AMC daarvan. Water is dus een acuut gif. Het zal je binnen een paar uur doen overlijden. En er is nog zo'n acuut gif. Het zit in melk. Melk zit calcium en als je dat drinkt en er komt heel snel via de darm heel veel van het calcium vrij, dan krijg je daar onaangename verschijnselen van die uiteindelijk ook zullen leiden tot prikkelbaarheidssymptomen bij het hart en tot epileptische insulten. Die gaat er niet snel dood aan, maar het is wel buitengewoon onaangenaam. En als je wil weten hoe onaangenaam dat is, dan moet je maar eens een paar keer heel snel achter elkaar gaan hyperventileren. Diep in en diep uit, een tijdje volhouden. Dan word je licht in je hoofd
En dan ga je minder goed kijken. Maar je begint ook tintelingen te voelen. En je voelt je gespannen en je wordt gespannen. En je krijgt spiertrekkingen. Dat is een buitengewoon onaangenaam. Dat komt omdat het calcium in dat milieu-interieur in concentratie varieert. En er is dus een relatie tussen de bloedzuurgraad en de calcium. Dat is een ingewikkelde relatie, daar ga ik nu niet buiten treden. Maar dat calcium moet dus gereguleerd worden. En het tweede en laatste fascinerende aspect van mijn vakgebied is om die homeostatische regelmechanismen te bestuderen. Die ervoor zorgen dat ook al drink je water, ook al drink je melk, ook al eet je suiker en ook al eet je vet. Dat je dat in precies de juiste proporties doet, zodat die samenstelling van het milieu-interieur eigenlijk nauwelijks of nooit in het geding komt. En we weten het allemaal. Als we suiker eten, komt er een hormoon dat heet insuline. Want insuline zorgt ervoor dat het suiker uit de darm eigenlijk direct wordt opgeslagen in de lever en de spieren en de cellen. En voor calcium hebben we een ander hormoon. Dat heet het parathyroïdehormoon. Die ervoor zorgt dat het calcium heel snel wordt opgeslagen in de botten. Zodat het ook niet gegiftig kan worden. Voor water hebben we een hormoon wat ik al noemde. Dat heet het antidiuretisch hormoon. En dat hormoon dat zal in concentratie verlagen als je drinkt. Zodat je nieren meer water gaan plassen. Dus hoe zit het nou met vet? Vet is een killer op de lange termijn. En wat zorgt er nou voor dat wij ons vetinname beperken? En geloof het of niet, ook daarvoor hebben we een regelmechanisme. En dat zit ten dele berust dat op de aanwezigheid van hormonen. Je ziet hier twee dieren met een hele hoge aaibaarheidsfactor. En deze muizen hebben dezelfde vader en dezelfde moeder. En er is iets al wat gelijk opvalt. De rechtermuis is meer dan twee keer zo dik als de linkermuis. Vader en moeder van deze muizen hadden een ander gen. Je had twee genen. Eén gen dat gezond was en een gen dat gemanipuleerd was. En aan de nakomelingen heeft de linkermuis voor u heeft het gezonde en het zieke gen gekregen, maar het gezonde gen overheerst. Dat is een normale muis. Maar deze rechtermuis heeft van zieke gen van vader en ook het zieke gen van moeder gekregen. En op slag veranderde zijn eetlust. En u ziet wel hoe die eetlust veranderde. Dit dier begint te eten alsof er geen morgen meer bestaat. En u begrijpt al gelijk de relatie naar menselijke vetzucht. Want hier praten we over. Waarom eten we elke dag patat als we willen? Heeft hiermee te maken. Het hormoon wat deze muis mist, is leptine. En leptine is een hormoon dat deze muis aanmaakt op het moment dat hij gegeten heeft. Het vet wat deze muis eet, wordt opgeslagen in zijn vetcellen. En die vetcellen, je kunt het zien, alles wat hier geel is, dat is onder de huid. En het grote schort voor de darmen en rondom de interne organen liggen schalen van vet, zoals een ei bij u thuis. Dat vet begint een hormoon uit te scheiden. Dat hormoon dat reist door het bloed en komt hier in een hersengebied uit. En dat hersengebied heet de hypothalamus. En in de hypothalamus zitten twee centra. Een hongercentrum en een verzadigingscentrum. En u raadt het al, dit hormoon, leptine genaamd, zal het verzadigingscentrum activeren. En de muizen zullen dus stoppen met eten op het moment dat hun vetvoorraden zijn aangevuld. De linkermuis mist dat hormoon en krijgt dus geen signaal uit zijn vetcellen dat ze vol zitten en blijft dus doorgaan met eten. Mensen, en toen deze muis ontdekt was, dat is nog niet zo vreselijk lang geleden, was de hoop dat dikke mensen, obesitas mensen, een soortgelijke afwijking zouden hebben in hun vetweefsel. Helaas bleek dat te eenvoudig gedacht. Het is bij mensen ingewikkelder. Ik kom daar straks nog even op terug. Er is ook een tegenhanger van leptine. Dat is een hormoon dat wordt vrijgemaakt door je maagwand als die langdurig leeg is. En dat hormoon heet ghreline, met een rare naam ghreline. En dat ghreline dat uit een lege maag komt, dat reist ook naar diezelfde hypothalamus
al zal daar niet alleen het verzadigingscentrum activeren, maar juist het eetcentrum activeren en er ontstaat een honger. En dat is logisch, want de maag is leeg en die moet gevuld worden. En ik vertel dat om te illustreren dat we inmiddels 6, 7, 8 verschillende stoffen hebben ontdekt die ofwel het verzadigingscentrum stimuleren, ofwel het hongercentrum stimuleren. Dus obesitas, het dik zijn, is eigenlijk een heel erg complex probleem. Een van de grote misvattingen over zwaarlijvigheid is dat het komt doordat de zwaarlijvige persoon zichzelf niet in de hand kan houden. Niets is minder waar. Conservatieve schattingen wijzen uit dat meer dan 50 en progressieve schattingen, bijna 80% van de vetzucht wordt bepaald door onze eigen genen. En de reden dat dat zo is, dat die genetische bepaaldheid van die obesitas zo dominant is, is al een lang bestaande theorie. Namelijk, het hebben van vet is onder sommige omstandigheden een voordeel. Want als deze linkermuis nakomelingen krijgt, zullen die het ook allemaal, die zullen overleven, die kruipen door de flessenhals, die zullen overleven en die zullen later dus ook zwaarlijvige nakomelingen krijgen. En dat is een van de theorieën die opgang doet nu over de huidige obesitas-epidemie. Dus waarom limiteren wij onze vetinname niet? Waarom willen we iedere dag patat eten? Dat komt omdat wij waarschijnlijk de zoon en de dochter zijn van mensen voor die in die periode dat de aarde in die 4,5 miljard jaar nu bestaat en het leven 3,8 miljard jaar, is de aarde door verschillende perioden gegaan. En een paar van die perioden waren zo extreem koud dat er niks groeide. En dat de mensen die er toen waren eigenlijk profijt hadden van het feit dat ze bij toeval heel veel eetlust hadden. Dat dat systeem niet zo super goed werkte, zoals bij die andere muis. En dus dat wij de zoon en de dochter zijn van die die overlevers van die gigantische lange hongerwinters, zal ik maar zeggen. Een andere theorie zegt dat het juist goed is voor de jager-verzamelaar. U weet, de voormoderne mens, die zijn de jager-verzamelaars. Voor hen was het goed om een goede eetlust te hebben, omdat ze vaak niet wisten wanneer de volgende maaltijd was. Dus we hebben dus genen die ervoor zorgen dat we, als er overvloed is, ons lekker vol stoppen. En dat was in de oude tijden, toen we nog in lendendoekjes op de savanne rondliepen en overvallen werden door sabeltandtijgers, dat het goed was om je lekker vol te proppen. Want je wist niet wanneer je volgende maaltijd was, of dat je zelf een maaltijd was voor een ander dier. Maar nu we in een periode van permanente overvloed leven, zullen diezelfde genen ons nu ons leven ook een klein beetje onaangenaam maken, want we overeten ons. Maar mijn boodschap aan u en mij is, kijkt u alsjeblieft de volgende keer met andere ogen naar zwaarlijvigheid. Want dat wij iedere dag patat eten komt waarschijnlijk door onze evolutionaire oorsprong. En met deze woorden wilde ik dit laatste college beëindigen. Dank u wel.